Nou Saar, ben je klaar voor je big reveal? Zo! Oh mijn god! Dit is echt bizar! Hey, hallo en van harte welkom bij deze cosplay challenge. Ik ben Dionne en zoals je misschien wel zult weten is vandaag de game Horizon Forbidden West uitgekomen. Hij is nu te spelen en te koop onder andere op de PlayStation Store. En dit moet natuurlijk groots gevierd worden. Ik ga mijn lieve vriendinnetje Saar, die je zult kennen van haar superleuke livestreams op Twitch, een metamorfose geven tot een levensechte Aloy. Maar daarna krijgt ze ook nog eens een hele toffe fotoshoot. Maar voordat we dat gaan doen moet er natuurlijk nog een hele hoop gebeuren. Saar moet in de make-up, de haar moet worden gedaan en het kostuum is natuurlijk heel erg belangrijk. Daarvoor heb ik een cosplayer uitgenodigd, genaamd Marije. En die gaat ons alles uitleggen. En zij heeft dus een heel tof kostuum voor ons klaar liggen. Waardoor Saar er echt uit komt te zien als Aloy. Dus laten we maar heel snel naar haar toe gaan. Zo, wat een mooi plekje. Ja, hè? Hoi Marije. Hoi. Hallo. Saar. Hoi. Hoi. Marije. Hey, we gaan Saar vandaag een make-over geven, cosplayen. Ja. En jij bent een cosplayer die ons erbij gaat helpen. Ja. Wat is cosplay eigenlijk voor de kijkers thuis die niet weten wat het is? Cosplay is het dragen van een kostuum, waarbij je dus voor een dag opgaat in een karakter. Dus je draagt het kostuum van een karakter of je schminkt jezelf helemaal als een karakter. En jij doet het al een tijdje, toch? Ja. Hoe lang? Ik doe het nu al bijna 10 jaar, of meer dan 10 jaar eigenlijk. Ja. Ja. Nou, dit is een personage. Aloy. Aloy. Heb je ook een favoriete outfit? Want Aloy draagt zoveel verschillende outfits in de game. Nou, ik vind de Nora Legacy outfit uit de nieuwe game vind ik wel heel vet. Want die staat gewoon heel dicht bij Rost. Dus het karakter, de mentor van Aloy. En dat heeft eigenlijk wel een speciaal plekje in mijn hart. Leuk, leuk. Ja. Denk je dat die outfit mij goed gaat staan? Ik denk het wel, ja. Ja? Ja. Dat ben jij gewoon, toch? Ja. Ik hoop het, Dionne, ik hoop het. Dus wat is er allemaal voor nodig om Saar uiteindelijk om te kunnen toveren tot Aloy? Nou, je gaat eerst naar de visagie toe. Die geven je Aloy's gezicht. En inclusief Spannend. De sproetjes. Daarna gaan ze je haar doen. Dus alle knotten bovenop. De vlechtjes. De vlechtjes, inderdaad. En als jullie naar de visagie toe gaan, dan ga ik nog eventjes wat aanpassingen doen aan het kostuum. Zodat jij hem zo meteen goed aan kan. Zodat hij helemaal op mij is afgestemd. Ja. Doe jij lekker je ding? Ja. Dan gaan wij naar de visagie. Let's go. Ik ben heel benieuwd. Ik ben ook echt super benieuwd. Let's go. Hallo. Hoi. Zo, jullie gaan Saar omtoveren. Dat klopt. Ik ben Corine. En ik ga je make-up vandaag doen. En ik ben Kayleen en ik ga je haar doen. Nou, dit is wat het moet worden. Voor de make-up denk ik vrij naturel. Eyelinertje. Ja, naturel huid gaan we heel erg naturel houden. Ze heeft een klein beetje een specifieke blush, wat een beetje een sunburn effect eigenlijk is. Dus dat ga ik ook erin brengen. En de sproeten en de eyeliner en de wenkbrauwen, dat zijn wel echt kenmerkende. Ja, die wenkbrauwen die worden Aloy. Denk ik wat wilder, hè? Ja. Ja. En dan voor het haar. Ik zie een heleboel hier gebeuren. Het is een hele constructie met vlechten en kralen en heel veel haar. Dus, nou, dat heb jij gelukkig. Wel veel haar gelukkig. Ja. Ja, maar echt. Ik zou zeggen, ga zitten. Jullie zijn de experts. Ik laat het aan jullie over en ik verwacht dat het er helemaal top uitkomt. Komt helemaal goed. Succes! Goed, we hebben er zin in. Ik ook. Dankjewel. Nou, inmiddels ben je al een tijdje bezig. Zeker. Nou, ik zit er ook echt wel op te lijken al, hoor. Zij zijn hier al het hard werk aan het doen. Maar ik ben zo benieuwd hoe het er uiteindelijk uit gaat zien. Maar jij bent echt wel een beetje een Horizon-expert, toch? Klopt, klopt. Ik heb de eerste game ook al helemaal doorgespeeld. Ja. En een stukje van de tweede game. En ja, ik vind het echt zo vet. En wat vond je van de eerste? Het is een hele kleurrijke game. Een hele grootse wereld. Je kunt echt alles exploren. Je hebt natuurlijk al die robots, dus de natuur is helemaal in strijd met die robots natuurlijk. Dat is gewoon een heel groot contrast. En ik vind het heel erg leuk dat je zelf dan moet uitzoeken hoe je die weaknesses van die robots hoe je ze moet verslaan. En ik heb hem helemaal doorgespeeld en ik was gewoon vet enthousiast. Oh mijn god, dus jij bent ook echt helemaal hyped voor die tweede. Ja, ja, ja. En je hebt hem dus al een stukje gespeeld. Ja, klopt. Hij is weer nog mooier. Oh my god. Je gaat het vandaag nog zien, gelukkig. Ja, want wij gaan later gaan we het samen spelen. Mag je het mij laten zien? Ja, ik vind het zo tof. Nice. Mijn nerderige hartje gaat hier heel hard van kloppen. Ik merk het. Ik hoor het hier. Nou, ik ga je met rust laten. Kunnen zij zich focussen op je haar en make-up? Ik ga eventjes naar Marije om te kijken of ze al klaar is met de laatste puntje op de i te zetten met het kostuum. Als ik je terugzie, dan ben je Aloy. Oh my god. Nou, tot zo. Ik blijf even stilzitten nog. Succes. Zo. Oh mijn god. Dit heb jij wel zelf gemaakt? Ja. Wat ziek. Ja. Jeetje. En dit is een speer, neem ik aan. Dit is de speer, inderdaad. Ja, wow. Uit Forbidden West. Dit heb je echt helemaal zelf gemaakt? Ja, die heb ik ge 3D-print. Niet helemaal zelf ontworpen, maar ja, wel zelf geschilderd en wat te gek. In elkaar gezet. En nou ja, dit komt natuurlijk helemaal overeen met wat ik hier zie. Mm-hmm. Dit had Saar net al aan. Ja. Ja. Maar die details ook, alleen dit al. Ja, daar ben ik met bijvoorbeeld deze rokflappen, om het allemaal te borduren, ben ik een paar dagen of weken zoet mee geweest. Om dat doe je ook zelf? Ja, ja. Jeetje. Ik vind het echt prachtig. Wacht maar tot je alles aanzet. Ja, ik ben echt zo nieuwsgierig. Ik zie hier ook nog van alles liggen. Ja, dit zijn de beenwarmers, de schoenen, kniebeschermers. Inderdaad. Ja, de kniebeschermers. En dan schoentjes. De schoentjes aan. Schoenen heb ik ook zelf gemaakt. Oh, nee joh. Ja. Hoe dan? Een beetje leer, een beetje naaien. Ben je ook nog een schoenmaker? Ja. Hoe dan? Kan je ook iets niet? Breien. Oh, dat kan ik wel. Dus ik kan je er ooit nog mee helpen. Als je hulp nodig hebt, moet je mij bellen. Ik heb voornamelijk geen geduld ervoor. Oh ja. Nou, kom dat toch maar niet bij mij aankloppen, want ik heb dat ook niet. Maar wat vet. Dit is echt... ik vind het super knap wat je allemaal maakt. Oh, dankjewel. Nou, we hebben echt alles. We hebben haar, we hebben make-up, we hebben het kostuum, wat echt on point is. Dus het is tijd voor de big reveal. Nou Saar, ben je klaar voor je big reveal? Zeker, ik ben zo benieuwd. Ja, ik ook. Ik zou zeggen, ga maar staan. Nou Saar, ben je er echt helemaal klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Weet je het heel zeker? Ja. Heel zeker? Het heel zeker. Oké. Jij bent vanaf vandaag officieel Aloy. Wow. Dit is echt bizar. Ik ben haar. Ja, ik heb het al lang gezien. Je hebt het natuurlijk al gezien. Mooi hè? En mevrouw ook. Ik heb een heel ander gezicht. Ja, dat bedoel ik, maar het staat je zo goed. Ik ben een stuk jonger of zo. Ja. Ik ben Aloy. Je bent Aloy. En die speer ook. Je kijkt prachtig heel. Is die hè, maar ook gewoon je outfit. Heel is mooi. Zo on point. Heel cool. Ja, ik ben gewoon een heel ander mens. Ja, ook echt gewoon qua gezicht heel anders. Het is ook heel anders. Ik herken mezelf bijna niet meer, maar wel in positieve zin. Ik vind het echt... Dit staat je ook. Ik zou zeggen, die haarstijl moet je erin houden. Ja, het is dat ik het zelf echt niet kan. Dus het is gewoon zo ingewikkeld natuurlijk, die haren. Ja, alles. Ook en gewoon... de speer is ook zo mooi. Ja, die heb ik natuurlijk stiekem wel al bekeken. Maar, maar bij gaaf. Je outfit, ja, dit is echt... Echt heel gaaf. Ik ben er zo blij mee. Ik wil er eigenlijk gewoon mee naar huis. Ja, je klopt gewoon. Dit is ik voel me zo ook perfect. Echt helemaal Aloy. Ja. Ik zou dit zelf echt niet kunnen maken. Ik blijf ook naar je kijken. Ik vind telkens weer wat nieuws waarvan ik denk... Ja, het is echt zo gedetailleerd, maar ook de make-up. En de sproetjes. Die staan je echt heel schattig. Aloy sproetjes, echt zo leuk dit. Het zou natuurlijk zonde zijn als we deze look niet zouden vereeuwigen. Dus er staat nog een fotoshoot op het programma. Klopt. Op deze prachtige sprookjesachtige locatie. Ik wil dit ook echt vereeuwigen gewoon. Ja, dit moet vastgelegd worden. Zeker. Dus let's go. We gaan ervoor. Yes. Nou, je foto's staan erop. Yes. Je cosplay is helemaal klaar. Ja, ik vond het echt een hele toffe ervaring. Nou, je bent ook echt goed gelukt. Dank je. Ik voel me helemaal Aloy. Heb jij nou ook een super toffe cosplay creatie die je met ons wilt delen? Doe dat dan via Instagram en tag eventjes @playstation_nl. Later zal nog een video verschijnen waarin ik de game ga spelen. Samen met Saar, jij legt me alles uit. Zeker. Heel veel zin in. Maar wil je hem zelf alvast spelen? Horizon Forbidden West is nu verkrijgbaar, onder andere op de PlayStation Store. Hey Saar, super bedankt voor vandaag dat je dit wilde doen. Ik vond het echt super vet om te doen. En ik wil nog wat andere mensen bedanken. De haarstylist, natuurlijk de visagist en onze Marije. Zeker, die dit kostuum heeft gemaakt. Pak heeft gemaakt, inderdaad. Wil je nou dat wij dit vaker gaan doen met andere personages? Laat het eventjes weten onder in de comments. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen, te abonneren. En misschien tot de volgende keer. Ciao, doei! PlayStation.